De provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente zijn van plan een nieuwe bodemsanering van asbest te starten in de woonwijk Het Geimink in Goor. John van Dartel, projectleider van de provincie Overijssel, en René Jansen, projectleider van de gemeente Hof van Twente, vertellen hoe de sanering wordt aangepakt. Het gaat om de buitenste schil van de wijk Het Geimink. Waar we nu mee bezig zijn is eigenlijk de hart van Het Geimink, dat kunt u daar ook zien. Ja, dit is een andere sanering van een herstructureringsproject, ook in Het Geimink, in het hart van Het Geimink. En wij gaan juist saneren rondom deze plek waar nu op dit moment werkzaamheden al plaatsvinden. En waar we nu mee bezig gaan zijn de particuliere woningen die in de buitenste schil liggen van Het Geimink. Dan gaan wij de tuinen aanpakken, dus de voortuinen en de achtertuinen, dus echt de bodem. En we gaan het openbaar groen aanpakken, wat onbedekt is. En dan kunt u zien die trapveldjes hier, speeltuintjes daar en ook de bermen, die gaan we ook aanpakken. Dat zal ongetwijfeld overlast geven. De tuinen worden afgegraven, er zal aan afvoer van materieel plaatsvinden. Dus dat zal met een nodige overlast gepaard gaan. Ja. We proberen wel de overlast zoveel mogelijk te beperken. Door de sanering zo slim mogelijk aan te pakken. En toch dingen met elkaar te combineren. Het is veilig voor de bewoners. Want de bedrijven die straks aan de slag gaan met de sanering. Dus echt de graafmachines en dergelijke. Die moeten voldoen aan allerlei wet en regelgeving. En een daarvan is dat er tijdens de sanering mag er geen asbest vrijkomen. Hetzij door stofvorming, hetzij door... dat het aan de wielen blijft zitten en over de weg wordt gereden. Dus in die zin is het veilig. De sanering is voor 100% op kosten van de overheden. Wat betreft de inrichting van de tuin wordt er ook gewerkt met een bepaalde vergoeding. Nou, we zitten nu in de voorbereidende fase. De komende maanden gaan we bij elke woning op bezoek om te inventariseren wat men weet over het perceel, waar vervuiling zit en dergelijke. Daarna zal nog bodemonderzoek plaatsvinden en vervolgens gaan we een saneringsplan opstellen. En als dat saneringsplan aanbesteed is, gaan we uiteraard echt aan het graven. En vanaf 2015 tot en met 2017 vindt de daadwerkelijke sanering plaats. Dus dan moet je denken inderdaad aan de graafmachines en aan de mannetjes in de pakken. Ja, wanneer het echt klaar is, dat zal nog een paar jaren duren, want we beginnen echt met graven pas in 2015 en dat gaat dan ongeveer maximaal 3 jaar duren. Straks op 1 januari 2018 zijn we klaar en dan is dit gebied asbestvrij, schoon, wat betreft de bodem. En dan kunnen we spreken over een gezond en veilig leefmilieu voor de wijk Het Geimink. 1 januari 2018 is alles top in orde. Als de bewoners vragen hebben, kunnen ze terecht in Villa 70. Het projectteam van de bodemsanering waar dan de gemeente en de provincie in zit, die zetelen in Villa 70. En er worden ook regelmatig spreekuren gehouden. Dus als mensen vragen hebben, dan kunnen ze altijd bij ons terecht.